Nederland als bondgenoot. Tijdens de Koreaoorlog mochten Nederlandse militairen meevechten. Nederland stuurde ook marineschepen. Dus Nederland stuurde niet officieel zijn leger, maar militairen mochten vrijwillig meevechten. De Koreaoorlog was de eerste van de twee oorlogen waarin Amerika meedeed om tegen het communisme te strijden. Later zou daar de Vietnamoorlog bij komen. Nederland was doorgaans een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten. En het Amerikaanse beleid werd ook dan gesteund. Beide kanten, zowel de liberalen als de socialisten, vonden het belangrijk dat er democratieën waren. En zij zagen Amerika dan ook als een soort voorvechter voor een vrije wereld, dus voor een democratische wereld. Toch kwam er op een gegeven moment toenemende kritiek op de Verenigde Staten. De manier waarop de Verenigde Staten ingreep, kwam in Nederland steeds meer ter discussie te staan. Zeker toen er gedreigd werd om Amerikaanse kruisraketten met atoomkoppen erin op te slaan op de Nederlandse vliegtuigbasis Volkel. Er werd massaal gedemonstreerd. En er waren ook duidelijk politieke partijen die voor ontwapening hadden. Dus de protesten hadden ook invloed op de Nederlandse kritiek. En Nederland kwam daarna ook steeds vaker met alternatieve voorstellen, bijvoorbeeld tijdens de vergaderingen van de VN. Ook in Amerika zelf kwam er steeds meer openlijk protest, bijvoorbeeld tegen de Vietnamoorlog. Dus Amerika's leiderschap van de vrije wereld werd steeds meer ter discussie gesteld, waardoor de Amerikanen ook moesten gaan nadenken over hoe zij tegen de rest van de wereld aankeken en hoe ze daarmee omgingen.